Oostelijke Handelskade is afgelopen zomer Costa Rica opgeleverd. Een appartementencomplex waarin allerlei mensen wonen of gaan wonen. Oudere gezinnen, maar ook jonge starters zoals Luna. Ze is juf in opleiding en loopt nu stage. Ze huurt een sociale huurwoning op een zogenaamd 5-jaren-contract. Luna, hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben op woningnet gaan kijken. Op een gegeven moment zag ik dit complex staan. Het zag er zo mooi uit op de foto's. Maar ik stond op de 80ste positie. Dus ik dacht, nou, dit wordt waarschijnlijk niks. Maar toch proberen. Toen kreeg ik opeens een mailtje dat ik mocht komen bezichtigen. Dus ik was heel blij. En nog steeds afwachten of het wel doorging. En uiteindelijk heb ik deze studio gekregen. Je zit op een 5-jaren-contract. Hoe zit dat in elkaar? Nou, ik mag hier sowieso 5 jaar wonen. Dat staat vast. Dus dat is wel een heerlijk vooruitzicht dat ik de komende 5 jaar goed zit. Mijn inschrijfduur blijft staan. Dus ik stond 2 jaar ingeschreven en dan na 5 jaar sta ik 7 jaar ingeschreven. Dus dan heb ik natuurlijk ook al meer kans op een woning. En daarna moet ik zelf op eigen houtje eigenlijk iets anders gaan zoeken. Het idee van tijdelijke contracten in de sociale sector is niet nieuw. Woningcorporatiedirecteur Gerard Andriessen kwam er 14 jaar geleden al mee. De woningmarkt zag er toen niet heel anders uit dan nu. De stad werd populairder, de prijzen gingen omhoog in de jaren 90. Zeker eind jaren 90 ging dat heel hard. En ook toen werd het al een probleem dat de doorstroming vanuit de sociale sector stagneerde. Omdat mensen dat volgende stapje niet konden maken. Dus onze analyse was toen ook van, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een laag inkomen hebben in een bepaalde fase van hun leven. Niet alleen als je studeert, maar ook de eerste jaren daarna. Als starten. Dat je nog geen hoog inkomen hebt, je wil graag in die stad blijven wonen. En we zeggen, nou daar willen wij voor zijn. Maar een aantal mensen daarvan, die gaan natuurlijk ook daarna wel een baan vinden en gaan ze meer verdienen. En dan vind ik ook dat ze een volgende stap moeten zetten. Die kunnen ze zetten en die zouden ze moeten zetten. En daar is toen ook al het idee van over de tijdelijke contracten voortgekomen. Alleen ja, de tijd was toen daar absoluut nog niet rijp voor. Nu 14 jaar later en nu is het wel gebeurd, ja. Hoe voelt het dat je hier maar 5 jaar mag wonen? Nou, ik bekijk het eigenlijk niet van die kant. Ik ben al blij genoeg dat ik hier mag zitten. En 5 jaar vind ik al best lang. Ik denk wel dat het meer kansen biedt ook voor jongeren om ergens goed te kunnen starten, zeg maar. Op een goede plek waar het goed geregeld is. Dus ik vind het wel een heel goed initiatief dat er is gekomen. Het is nu nog 1/3 van de sociale voorraad die onder die tijdelijke contracten kan. Er zijn stemmen van doe de hele sociale voorraad in tijdelijke contracten. Wat vind jij daarvan? Nee, dat vind ik te ver gaan. We hebben inderdaad met de gemeente Amsterdam nu afgesproken dat we 1/3 van alle reguliere toewijzingen, en daar zijn dus de urgente vanaf, dus dat is toch een behoorlijk aandeel, dat we die voor met een tijdelijk contract gaan aanbieden. Ik ben er niet voor om dat voor iedereen. En dan kom ik opeens misschien wel aan de zijde van de woonbond. Ik vind niet dat iemand zijn hele leven onzekerheid moet hebben of hij kan blijven wonen waar hij woont. Als jij met je een gezin met kinderen in een buurt woont en je kinderen gaan dan naar school en je moet op je kalender kijken of je er nog 1 jaar of over 2 jaar kan wonen, dat vind ik niet. Daarvoor is wonen veel te belangrijk. Daarom hebben wij er ook voor gepleit. Dit is voor een aantal specifieke groepen en wij zien dat ook nadrukkelijk voor die groep die nog in die, zeg maar, dynamische levensfase zit. Waar hoop je over 5 jaar dan te gaan zitten, gaan wonen? Ik hoop eigenlijk om in Amsterdam te blijven. Als je de woningmarkt nu ziet, dan wordt het een beetje lastig. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het zal altijd wel lastig blijven. Maar ik had ook nooit verwacht dat ik dit zou krijgen. Dus volgens mij is het ook een kwestie van geluk.